Oké, je bent serieus bezig met je marketing. Je bent flyers aan het uitdelen, e-mailtjes aan het sturen, je bent druk aan Twitter, je bent druk op Facebook, je bent op YouTube bezig, je bent met Instagram bezig. Allemaal hartstikke leuk, maar wat doen vervolgens jouw bezoekers? Met welke actie jij op het internet ook doet, het is belangrijk dat je weet van, hé, wie klikt er op mijn linkjes? Wie komt er uiteindelijk op mijn website terecht? En wat doen uiteindelijk mijn bezoekers? Nou, in deze kleine woensdag gemakdag video laat ik je zien hoe je via een simpele techniek exact ziet wat jouw bezoeker doet. En dat gaat dan verder van, hé, hij komt via Facebook of hij komt via LinkedIn of via mijn nieuwsbrief. Maar via welke nieuwsbrief? Dus we gaan via een simpele techniek eigenlijk extra informatie aan je link toevoegen, zodat waar je die link ook deelt, exact kunt achterhalen hoe succesvol je campagne is, hoeveel omzet je uit je campagne hebt gehaald, wat er goed gaat in je campagne en wat er minder goed gaat. Oké, nou, hoe werkt het? Welke campagnes je ook gaat voeren, met de techniek die ik je laat zien, kun je eigenlijk elk linkje die je maakt, kun je bepaalde informatie meegeven, zodat je, wanneer je in je Analytics dashboard gaat kijken, je alle informatie kunt terugvinden. Als we kijken hoe dat er dan uitziet, je ziet hier de data van de merchandise store, dat is een webshop die Google producten verkoopt. En dan zie je verschillende informatie staan. Je ziet bijvoorbeeld de naam van de campagne. En je ziet hoeveel bezoekers, dus hoeveel gebruikers, een sessie, bounce-percentage en transacties. Dus je kunt alles terugzien. Nou, hoe werkt dat? Je hebt een campagne, dus dat is de overkoepelende naam. Vervolgens, als je op de campagne klikt, dan kun je hier zien het bronmedium. Dus in dit geval is het zo ingesteld dat de campagne die je net zag een bepaalde naam krijgt en het bronmedium, dit betekent het zijn de partners, de affiliates, dus andere partijen die reclame maken. Nou, hoe kan je dit voor jezelf in gaan stellen? Je gaat naar de Campaign URL Builder. Dan zie je even de link ergens onderaan deze video of typ zelf deze link in. Vervolgens geef je je website naam. Of de link, de URL. Dus in dit geval, stel we willen een promotie maken voor de cursus SEO schrijven. Dan vullen we deze link in. Vervolgens geef ik de bron. Dus stel ik zeg, nou, ik weet dat ik van een bekende andere marketingwebsite of reclamewebsite mag ik een gastblog schrijven waarin ik een linkje plaats naar de cursus SEO schrijven. Ik zeg dan dat de campagne is een gastblog en het medium, dus welke bron is dan bijvoorbeeld website A? Om mezelf te helpen kan ik ook nog zeggen, ik geef er een bepaalde campagnenaam. Dus stel dat ik weer terug zou gaan in Analytics. Ik ga naar acquisitie, campagnes. Alle campagnes. Kom ik op deze alle campagnes terecht. Dus stel ik zal hem heel eventjes verversen. Dus ik ga heel even snel naar overzicht. Campagnes, alle campagnes. Scroll naar beneden, dan zie ik hier de campagne, dus wat is de campagnenaam. De bron op een gegeven moment. Als je hier klikt kun je de bron zien. Dus bijvoorbeeld partners. En dan vervolgens het medium. Als je dat immers tenminste ook allemaal hebt ingesteld. Hoe meer je via de campaign URL beelden instelt, hoe meer je terugkrijgt. Je kunt eventueel... In principe als je Google Analytics hebt gekoppeld met Google AdWords, komt dit automatisch. Maar je zou eventueel een extra term. Dus wat is bijvoorbeeld het betaalde zoekterm waar je op richt. En wat staat er in bijvoorbeeld de advertentie of in de tekst. Vul al deze informatie in. En in principe heb je alleen deze nodig. En de campagne source of naam. Alleen dit al. Stel dat ik zou zeggen, oké, ik heb deze. En ik heb hier, nou ik zeg... Gastblog A, nieuwsbrief B, Twitter promo A, Twitter promo B, etc. Dan geeft mij dat al veel meer informatie dan wanneer ik alleen puur in mijn Analytics account de informatie ga terugkijken. Dus via deze techniek, je vult je link in, je vult de campaign source in, campagne medium en campagne naam. Oké, heb je nog vragen of andere opmerkingen? Stel ze gerust in de reacties. Ik zal je persoonlijk verder helpen. Wil je nu meer van dit soort tips krijgen en video's ontvangen? Zorg dan ergens dat je via welk kanaal je ook kijkt, je abonneert. Het is gratis en je krijgt dan elke week, in ieder geval op de woensdag gemakdag, nieuwste tips van mij. Heb je ideeën, suggesties voor de volgende woensdag gemakdag? Laat het vooral weten en ik neem het mee. Veel succes!